Ik heb nu een zwemmetje om en dat komt omdat Open Rotterdam hier aan het filmen is. Dus een beetje awkward, twee camera's op mijn gezicht. Ik heb op de weegschaal gestaan, dus jullie gaan dadelijk allemaal zien hoeveel ik weeg. Nou jongens, moment van de waarheid. 133 kilo. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Anderhalf jaar geleden zat ik precies op deze plek met twee camera's in mijn gezicht. Toen was ik nog niet geopereerd. Open Rotterdam komt vandaag weer een reportage over me maken. Om te kijken hoe het leven na de gastric bypass bevalt en hoe het gaat. Zo'n anderhalf jaar geleden waren we bij Jane op bezoek toen zij op het punt stond om maagverkleidingsoperatie te ondergaan. We waren benieuwd naar hoe het nu met haar gaat en hoe de operatie haar leven heeft beïnvloed. Ik ben meer dan 50 kilo afgevallen. En ja, ik voel me hartstikke goed. Ik heb gelukkig, even afkloppen, geen gekke complicaties gehad. Er zit wel echt risico's aan de operatie, maar ik heb het eigenlijk heel positief ervaren. Ook al was de operatie bij Jane succesvol, toch benadrukt ze dat er niet te makkelijk over na moet worden gedacht. Jane heeft haar hele levensstijl moeten omgooien en is nu een fervent sporter die let op wat ze eet. Ik raad het mensen aan, maar niet in je achterhoofd dat je denkt van oh, lekker makkelijk. Want het is echt niet makkelijk. Sowieso die operatie, als je uit die operatie komt, de eerste 3 dagen wil je gewoon letterlijk dood. Dat je echt denkt van wat heb ik gedaan? Je voelt je echt heel slecht. En daarna moet jij gewoon heel je levenswijze aanpassen. Ze hebben dus in het ziekenhuis gezegd van je moet wel oppassen, want op een gegeven moment krijg je meer trek. En dan wordt het gevaarlijk. En dan kan het gewoon zijn dat jij op een gegeven moment weer zwaarder gaat worden. Dit broekje, echt zo'n Levi's 501 vintage short. Hier liep ik denk ik 3 jaar geleden mee op een festival. En ja, het is wel echt goals als ik hier weer in pas. Ja. Dus dit is mijn streefbroekje. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga in mijn vlogs ook een beetje bijhouden van joh, wanneer pas ik erin. Dus dat lijkt me ook echt heel erg leuk. En ik kan je vertellen dat ik deze zomer op het terrasje in Barcelona in dit Levi's 501 broekje zonder stress heb geflaneerd over de boulevard. Ja. Dus ik pas hem gewoon weer. In haar vlogs heeft Jane heel het proces na de operatie vastgelegd. En is ze ondertussen een ware inspiratiebron geworden voor haar volgers. En dat niet alleen. Ook haar moeder heeft nu een maagverkleiding laten doen en haar leven omgegooid. En als het kouder is, heb ik gewoon meer trek. Ja, als het koud wordt. In de zomer kan ik heel de dag leven komen en een paar tomaten. Dat ging wel goed. En 2 liter water. Ik zag dus bij Jane van gewoon een betere levensstijl en lekkerder in het leven staan, zeg maar. En zij had al die tijd al tegen mij gezegd van, joh mam, ga dat ook proberen. En ik had zoiets van, ik mankeer ook best wel veel qua gezondheid dingen. En ik dacht van, ja, hoe kan mijn gezondheid dit aan? Maar uiteindelijk, ja, is het gewoon beter voor mijn gezondheid. Want ik ben in maart geholpen en ik ben inmiddels 37 kilo afgevallen. En en daarbij ben ik gewoon toch lekker gaan bewegen, zeg maar. Soms is het ook gewoon lekker wandelen, hoor. Nou, ik doe altijd lekker deze. Die is altijd lekker voor deze. Oh god, ga je mij nu uitleggen hoe het werkt? Nee, maar dat doe ik voor mezelf. Hallo. Hey, kijk eens hoe stijf je bent. Doe jij eens even rustig. Kijk eens even hoe lenig je moeder is. Toen ik zelf onderzoek ging doen naar de gastric bypass, las ik heel veel reacties dat het iets voor luie mensen is. Het is zo mooi dat je gewoon voor andere mensen die ook gewoon in die fase zitten of hebben gezeten waarin wij hebben gezeten, dat je daar gewoon heel veel inspiratie voor kan zijn. En, ja. En ik denk wat wel een beetje het verschil is tussen hoe ik mijn kijkers benader en hoe heel veel andere dingen doe, ik maak het niet vaak mooier. Nee. Dus als ik me kut voel, voel ik me ook gewoon kut. Ja, en dan zeg ik, oké, ik heb nu een snicker gegeten, ik had het niet moeten doen, ik ben echt doodziek. Ik ben echt dom. Ja. Weet je wel? Gewoon eerlijk, de eerlijkheid van jou. Vooral de vrouwen die naar mij kijken, die hebben gewoon de behoefte om heel veel met mij te delen. En heel veel zeggen ook van, ja, je voelt gewoon eigenlijk als een soort van vriendin van mij. Want dan ga ik zondag je vlog kijken en dan maak ik er echt een momentje van. En dan zet ik een kopje thee, zelfs mijn man kijkt mee. Of dan lopen we in de winkel en dan zegt mijn man, oh, dat is echt wat voor Jay. Dat ik echt denk van, oké, maar we kennen elkaar niet. En ja, dat is zo leuk. Nou, maar even die 5 kilo knallen. Ja, we gaan even knallen. Oké, bedankt!